brengt ons bij de toto. Jij zegt dus Ajax winst. Ajax wint in Deventer. Dat is geen enkel probleem. René, wat en ik sta niet voor niets bovenaan. Hè? Nee, daar ben ik wel van overtuigd dat ze daar winnen. Ja. Dan ga ik eens kijken. Huh? Dan ga ik eens kijken wat jij gezegd hebt. Nou, ik denk het heel gezegd ook. Dat als ze het nu niet winnen, namelijk ligt die Bos eruit. Ja, tuurlijk. Dat 100%. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik vind dat Bos wel... Ze wisten wie ze in huis haalden. Ze wisten ook dat hij dit ging doen. Ze wilden ook dat Bos aantrekkelijke voetbal bracht. Dat mag een paar puntjes kosten, maar geen 15 miljoen. Nee. Nou, volgende wedstrijd. Ja. Twente, Sparta, Rotterdam. Dat was Twente. Lastige wedstrijd. Gelijkspel. Ik heb volste vertrouwen in mijn Turkse spitsje. Ja? Unal. Hm. Is hij geselecteerd voor de nationale ploeg? Nee. Ja, hij is wel geselecteerd. Daar zit, ja? Ik denk hem ook bij de Twente. Die speelde een goede wedstrijd afgelopen week. Dus, ja. Sier is er nog bij, hè? Ja, nog wel. Tottenham Hotspur tegen Liverpool. Waanzinnig. Ja, die Arsenal-wedstrijd was die Nelson, vier. Dus allebei. Ja. Gelijkspel. Ik ga voor Tottenham Vincent Janssen, hè? Dat is jouw man, hè? Ja. Nee, gelijkspel. Omdat we anders allemaal bij hetzelfde doen, zet ik dan wel Liverpool als winst. En Johan is ja, je moet gewoon altijd je eigen gevoel volgen en je niet laten beïnvloeden wat een ander doet. Ja, maar als je precies hetzelfde invult, is het helemaal niet spannend. Dat is ook niet zo. Nou nee, maar het gaat toch om winnen? Wij zijn hier toch niet om mooi te voorspellen? Het gaat om winnen.